Welkom bij deze DUT webinar. De tweede alweer op rij. De vijf minuutjes, academische minuutjes zijn voorbij. Er zijn al 17 deelnemers binnen. We hadden 44 deelnemers die zich hebben aangemeld. Dus die zullen wel binnenkomen druppelen. Maar ja, vijf minuten academisch hebben ze mij gezegd. En dan moet je streng zijn en beginnen. Dus vandaar welkom allemaal bij deze webinar. Allemaal vanuit de prachtige studio van NWO. Dank daarvoor, NWO. Weer professioneel geregeld allemaal. Vandaag hebben we drie gasten aan tafel. We hebben Marcus van Leeuwen van de regieorgaan SIA. Christophe Golne, welkom Golne. A warm welcome again in Holland. Last week you were live in Holland, now digital. There you are. Hi, nice to meet you again. And we got Marit Dieke van de Han Hogeschool all the way in Arnhem. Yeah, okay, thank you. Yeah, we all have to learn a little bit how to work. Eh? I have to watch in the camera, they say to me now. But welcome. We will start today with the DUT call for 2023. It's a little bit different than last year, then NWO joined in as well. I will do it a little bit bilingual, because Christophe is English, of course. But I will switch to Dutch now, Christophe, so that's more easy for me. And then I you always tell me you can understand Dutch very well, so I hope you will understand a bit what happens. Het is de tweede DUT call, als gezegd, 2023. Vorig jaar hebben 25 deelnemers uit Nederland meegedaan. Vrij succesvol dus. Dus logisch dat het een groeiende aandacht heeft van ons allen. We doen het met de chat. Dus u kunt in de chat uw vraag stellen als zometeen Marcus een verhaal vertelt, of Christophe een verhaal vertelt, of Marit een verhaal vertelt. En u heeft daar vragen over, dan kunt u ze in de chat zetten. Na hun verhaal zullen we een minuutje of 5 of 10, net al naar gelang het verhaal duurt, tijd hebben om die vraag te beantwoorden. En anders wordt ze achteraf nog in de chat beantwoord digitaal. Dus ja, doe dat vooral. Ik zal ze vertalen en meegeven aan de mensen die daar... ze vertalen aan de mensen en zij zullen antwoord geven op de vragen. Ik denk dat we heel snel nu naar Christophe kunnen over kunnen, als ik niks vergeten ben te zeggen. Ik kijk even omheen, maar dat is zo. So maybe Christophe, we can switch over to your slides and then you will help us of tell us more about the DUT call and what it is and how it works and what's so special about this call this year. I will switch. Yeah, thank you. Here are your slides. This one is your first slide. Yeah. It's the first slide. I, for myself, cannot really read that. Oh. I don't know how the view for others is. Okay. Now, this is better for Christophe? No. But if it's just me, I know what's in the slides. But yeah, it's just a problem for me, then I'm fine. Yeah, thank you for having me. Welcome and hello to all interested Dutch partners. Happy to be here and to promote the call for the DUT partnership of this year. I will basically give you just a short background on what the partnership is doing and how the calls are organized and how you can participate, and what the thematic priorities will be in this year's call. But basically, I included a lot of links also in my slides, so you can also revisit for more information, and happy also to answer any questions. I have to say I'm not directly involved in the call management, so with very specific questions regarding eligibility criteria, please contact the national agency, NWO, probably to discuss these eligibility things. What I'm talking about is more on the background and the goals and the aim of this current call. You probably know the DUT partnership, otherwise you wouldn't be here. But maybe there are some people left who are kind of newbies to this community. So the DUT partnership is a big European program funding in a research and innovation funding program transnationally that aims to
support cities basically in tackling the challenges of urban transformation in the face of the current urgencies in terms of energy transition, mobility transition, and circularity, all with the goal of creating sustainable urban spaces in the long run, in the future for Europe. Next slide, please. Yes, the partnership is a public-public partnership and with the co-fund from the European Commission, with currently more than 65 partners, which are usually either funding agencies of the different countries, but also other national and regional authorities like ministries, for example, and other strategic partners. There's a budget of roughly 450 million euros in time frame of 2022 to 2028. So we're in the second year, basically, of the partnership that runs under the European Framework Program Horizon Europe, of course. With the DOT call 2023 providing more than 60 million of national budget topped up by the EU with the co-fund. Next call, please. If you want to dig deeper into the strategic priorities and goals and implementation strategies, please have a look at the DOT strategic roadmap. It's heavy document, to put it like this. There is also a short version available where you can get the information in a bit more condensed way. But if you want to dig deeper, this is a good source. We're working on updating this roadmap next year. So there will be a new version, an updated version, but this is the current document on strategic orientation of the partnership. Next slide, please. This is just to show you how we work. I mentioned that we have three what we call transition pathways, thematic priorities, with positive energy districts for the energy transition, 15-minute cities for the mobility transition, and circular urban economies. These are the three transition pathways. We increasingly work on cross-cutting topics. That is a bit of an issue in a transnational setting, how these cross-cutting topics can be part of the call. So also in this call, in the 2023 call, you will see three topics for each transition pathways with the encouragement of the possible submitted projects to also choose a main topic, but then also choose additional topics you want to dig in. That can also be from other transition pathways. But for the funding administration, it is important that you choose one main topic and according to the three transition pathways. We work on that to make it a bit more flexible in the future, but we have to deal with the structures that we are working in. So the three transition pathways in the core of the strategic development of the partnership, with the most obvious outcome of building up a portfolio of projects in the three transition pathways, most probably by the end of the partnership, that will be more than 200 projects. Working with that, with these projects in the framework of an innovation portfolio strategy, so that we're kind of developing that at the moment, because the first projects are just starting from the first call in 2022, to make sure that we have a structure of properly synthesizing the results of the different projects, bringing together the key messages that we want to deliver for both the policy area, but also to practitioners, to enable them to better perform their activities regarding the urban transformation processes. For that, we have a lot of additional activities. Just maybe to highlight
two of them, we have a city panel where we directly engage and interact with European cities with two meetings per year, where we try to identify their priorities and work with them on their issues, giving a space for exchanging project experiences, etc. We have a second format that's called the Agora, which is a broader stakeholder community that we bring together every now and then during the year. There will be three Agoras in the next month, in the next weeks. All three according to the three transition pathways. There will be one on 2nd October for the 50-minute city, on the 19th for the positive energy districts. And I don't know the date right now, sorry, but please have a look at the website. There will be a third one by the end of October for the circular urban economies. And that the last one for circular urban economies, there will be a physical meeting in Lisbon. So if you're interested in that and would like to travel to Lisbon, this is an opportunity. Next slide, please. Let's dig a little bit deeper, although I'm not going to go very deep here because you have the texts for the individual call topics, but just to kind of give you some background on what we think is important when you submit a project proposal to the call, starting with the 15-minute city transition pathway, which focuses on kind of rethinking the urban mobility in a holistic framework, using the 15-minute city concept as an attractive narrative for that. We are, of course, aware that there might be additional things, but bringing it together in the 15-minute city concept is also a bit of a promotional thing that we can communicate with a narrative that is well known by now and that you can easily integrate into. There are key, all three transition pathways have four key areas of action. For instance, in a 15-minute city, that would be sustainable urban mobility, people-centered urban spaces and planning, smart urban logistics, production and service sites, and urban governance for the mobility transition. So these are the areas that we are working in. And from these areas, we also derive the topics for the individual calls. Next slide, please. So here's the 15-minute city. No, thank you. 15-minute city call topics. You probably have seen them if you're interested in that. Integrated policies and evidence to reduce car dependency, mobility and planning policies for proximity-oriented developments, and empower people for urban mobility transitions. So one key issue, of course, is, as always, concepts, strategies, innovation with regard to reducing the car dependency in urban centers or in urban spaces, to create evidence for that change and to identify exemplary cases of integrated policies that actively work against this car dependency. I think this is a topic on a very multi-level challenges, but still one of the key questions. The other one is more on functions that need to be organized according to proximity guidelines. And the third one is puts people in the center. How can we empower people working in the urban mobility transitions? Next slide, please. Sheehan, you've got 5 minutes left, so maybe. Okay. Yeah. I'll speed it up. Just a little hint from the back office. Thank you. Thank you. PET transition way, a pathway. I'm the coordinator of the PET transition pathway, so that's an easy one for me.
maybe let's just say there's a goal of having initialized 100 pets in Europe by 2025. We are viewing positive energy districts, of course, as a technological question, but the focus of the DOT calls is always on the procedural, the process-oriented and social innovation aspects. So how can we implement energy transition measures in the urban context? So by using technologies that are already there or further developing that the technologies that are already there. Next slide, please. That's the three topics. Addressing the current energy crisis also, very high on the agenda, energy resilience, energy poverty. Second topic, kind of ongoing issue with positive energy districts, how do we deal with existing urban structures? So urban regeneration and refurbishment, integrating energy efficiency and production measures in existing urban areas, transforming the infrastructure. And as a more overarching topic three, discussing enabling systems for the local energy transitions, especially with a focus on sustainable investment in a public-private setting. Next slide, please. Circular urban economies. Builds basically on cities as a resource, organizing cities in a way that they are in a circular development, integrating the regional aspect to that. So in an urban rural continuum. But also focusing on design principles in terms of adding blue green infrastructure, for example, to the topics. Next slide, please. Next slide. Yes, so we have topic one, the built environment as a resource base. Second topic, knowledge and I cannot read that. Knowledge and something of resources flows between urban and rural areas and planning and designing urban areas with nature towards a regenerative urbanism. So very broad topics, but specifically for this transition pathway, it is important that we shape a framework in which we further dig deeper in the next calls. For all three transition pathways, it is crucial to work impact-oriented. So we really want to have projects that actually find pathways, practical pathways for the actual implementations that really provide a support for cities that work in a transdisciplinary setting. We're really trying to mobilize different communities, especially also social sciences and humanities, to be part of the project consortia. And cities have to be, I know we have a problem in Holland here, but cities have to be part of the project consortia to make sure that their needs and their challenges are actually addressed. I'll stop here. Sorry for being a bit long, but thank you. Well, you finish exactly right in time, Christophe. Thank you. So thank you. You catched up with the next half of your presentation. Thanks for that one. Now it's time for questions. If there are any in the chat, there is no question there. Oh, yeah. They say there are questions, but I don't see them anymore. Of the aantekeningen gedeeld worden. Okay, but there are no questions in the chat already. But I think you said a lot about which parties must be in the consortium, like a university or and a municipality or a hogeschool, as we call it in Holland. Marcus will tell something more just in a few minutes about how it works in Holland, because we got so much successful participants in the former call. So there's a little arrangement made for that part, but Marcus will go into those details. I don't see any questions occurring at the moment, so I think your story was bright and clear.
So maybe for my part, you told us go to the website and find all. They told me about B2Match. Maybe you can. Yeah, maybe I missed that. There was. I'm sorry, there was one slide missing. If you could still share it, yes, exactly this slide. Let us see in your background. So for all further information, of course, you can go to our website, but even more, I would recommend to go to B2Match, which is a virtual matchmaking platform where you, of course, can find all the information with the call topics, but specifically, you have the opportunity to get in contact with other, in a transnational sense, with other potential project partners, post your ideas there, react to ideas from others. So this is really a crucial tool in not so easy task of bringing a transnational consortium together. So highly recommended. And also the next info day on the DOT call, which will already have some pitches on specific project ideas that will be on the 10th of October. You can find the information for this also on the website, but you will have to register anyways directly in the B2Match tool. So registering to the B2Match basically gives you the opportunities to exchange with other partners to be part of the webinars or information webinars. So yeah, maybe thank you. The first step that is useful to do. Yeah, we will give them all the participants the link to the B2Match site, and then they will find it. There's one other question. In Holland, we got a couple of government layers, like the municipalities you said, they can join in, but we also got provinces, like regional organizations. I don't know if you know the Dutch way of our governance, but is it also possible for provinces to join in? Yes, we have examples for that. That's possible, yeah. Okay, so that's possible, and they can find also the answers to that part on the B2Match? Yes, I mean, for the best summary for what partners have to be or can be included in the consortia is probably in the call text itself, but also on the website, on the first link in the slide on the website. It's always, there are transnational criteria. This is what makes the call a bit complex, but also with an added value of in this transnational settings, because you have the transnational criteria, which are rather easy to achieve, but then you really have to focus on the national criteria, in your case, the Dutch criteria, because they're not always the same. Yeah, we got them specificated. Yeah. And that's why Marcus is here in the studio. So may I thank you, Christophe, for your explanation and presentation. I hope you join in, but if you have to go somewhere else in Europe, not in Europe, but I have some other work to do. Yeah, so no, thanks for the opportunity, and happy to, if there are still questions, to come back to that. Yeah, thank you. We know how to find you, so thank you for this part, and we'll be back together somewhere. Yeah, somehow. Bye bye. Yes. Bye bye. Thank you. Dan gaan we nu over in de studio, want dit is wel live. Marcus van Leeuwen, welkom van Regie Orgaan SIA. Fijn dat je er bent weer, Marcus. We staan ongeveer op dezelfde plek als vorig jaar. Vorig jaar hadden we een succesvol verhaal blijkbaar, want er zijn veel aanmeldingen, veel inschrijvingen. Dus dat heeft wat gedaan met de budgetten die NWO beschikbaar had voor de call. Daarom sta je nu alleen namens SIA, maar er is wel een bypass. Daar ga je ons een hoop over vertellen. Ja. Ja, dus misschien dat ik de slide zou zal ik hem aan jou geven? Ja, dat is makkelijker. Ja, dus het is gelijk de belangrijkste notie. NWO doet dit jaar niet mee aan de call. Dus universiteiten kunnen niet rechtstreeks indienen. SIA, regieorgaan SIA, doet wel mee aan de call. Wij zijn opgericht voor het stimuleren van praktijkgericht onderzoek in hogescholen. En wij financieren dus hogescholen als hoofdaanvrager bij ons. En universiteiten kunnen niet direct indienen in de DUT-call. Daar kom ik straks op terug. Ik heb hier wel even het plaatje gekopieerd uit de call-tekst, waarin je ziet dat er verschillende typen onderzoek kunnen worden gefinancierd. En regio Orgaan SIA zit dus op het Applied Research.
of het practice-oriented applied research, zoals wij dat noemen. Waarbij je dus wel richting de onderzoeksgeoriënteerde oriëntatie kunt gaan of richting de innovatie-georiënteerde benadering. En dat is denk ik ook precies de plek waar de hogescholen normaal gesproken zitten. Ook al, ja, soms zit je meer richting innovatie en soms wat meer richting kennisontwikkeling. Dit jaar is de 2023 call. We hebben drie pathways die Christoph net heeft toegelicht. Het belangrijkste ook voor deze slide is dat SIA doet mee aan alle onderwerpen. Dus alle onderwerpen die in de call staan, daar kun je op intekenen en kunnen door SIA gefinancierd worden. En voor de beschrijvingen verwijs ik net als Christoph naar de website. Wie kunnen daar aanvragen? Nou, ik heb net al gezegd, de Nederlandse hogescholen. En daar komt de truc. Er kunnen ook allerlei partners meedoen met hogescholen. Praktijkgericht onderzoek is iets wat je doet samen met partners. Dat zijn praktijkpartners, maar dat kunnen ook andere kennisinstellingen zijn. Gemeenten, nou, net werd al gevraagd, provincies, die worden net zo behandeld als gemeenten of eigenlijk alle type praktijkpartners. Waar wordt de kennis toegepast? Die partijen verwachten we ook terug in het consortium dat het onderzoek doet. En de universiteiten horen daar ook bij. Die brengen kennis in vanuit het academisch onderzoek en kunnen dus ook als partner meedoen in een consortium. Dat is dan het Nederlandse consortium. En de hoofdaanvraag van het Nederlandse consortium bij SIA is dan altijd een hogeschool. Er is ook een transnationaal consortium, wat Christoph net al toelichtte. En elk land heeft zijn eigen spelregels. En er wordt in een transnationaal consortium samengewerkt met minimaal drie partners uit drie verschillende landen. En ik heb even snel het kaartje geknipt van de website welke landen meedoen. En er zijn eigenlijk twee belangrijke verschillen die ik zo snel kon zien. Dat is Groot-Brittannië doet dit jaar niet mee en Noorwegen doet dit jaar niet mee. Dat vind ik een belangrijk verschil. Daarnaast zie je ook dat er wel andere landen meedoen, buiten Europa ook. Nou, dat is dan Quebec in Canada en Zuid-Korea helemaal rechts onder in het hoekje. Ik weet niet of dat andere consortia teweeg brengt. Maar ja, wees je ervan bewust als je een consortium gaat vormen, ja, zitten deze landen wel in. En dat is altijd iets om van tevoren goed te checken. Ik heb nog even een korte slide opgenomen over wat praktijkgericht onderzoek is. Ik denk dat de hogescholen weten dit natuurlijk uit en daarna. Het gaat om oplossingen voor uitdagingen in de beroepspraktijk. Het start altijd met een vraag uit de beroepspraktijk of de maatschappij. Dat is wat voorop staat. En er wordt samengewerkt met mensen die de resultaten moeten gaan gebruiken. Dus de praktijkpartners. En we willen graag ook de praktijkgericht onderzoek internationaliseren. Praktijkgericht onderzoek gebeurt vaak in de regio. Dat heeft ook te maken met dat je samenwerkt met de partners in de regio, dat je onderwijs ook gericht is op de regio. Toch denken wij dat er ook een internationale component in zit die verder uitgebreid kan worden. En dat gaat over het delen van kennis, infrastructuur en capaciteit. Het gaat over talentontwikkeling. En dan bedoelen we eigenlijk talentontwikkeling niet van de studenten, maar eigenlijk van de onderzoekers en misschien ook wel van de docentonderzoekers aan hogescholen, die dan in internationale setting ook onderzoek kunnen doen. Nou, er komt extra financiering, omdat de Europese Commissie ook een duit in het zakje doet. En uiteindelijk gaat het om samenkomen tot oplossingen voor maatschappelijke opgaven die niet alleen in Nederland spelen, maar in heel Europa of in heel de wereld. Dat gaat over duurzaamheid, dat gaat over klimaat, het gaat over die energietransitie. En ja, dat doe je niet alleen in je regio, dat doe je ook daarbuiten. Dan specifiek over de nationale voorwaarden die gelden bij SIA. En dus gelden voor iedereen, elke Nederlandse partner in deze call. Hogescholen kunnen deelnemen in het Europese consortium. Die zijn de trekker van het Nederlands consortium. SIA heeft €750.000 beschikbaar gesteld in de call. Er kunnen dus drie projecten van €250.000 mee gefinancierd worden. Voor een periode van 3 jaar. Maar afgelopen keer hadden we dat ook. Toen konden we 5 projecten honoreren. Dus het aantal projecten dat gehonoreerd kan worden, kan variëren. Tussen 3 en 5. Nou, het zou mooi zijn als we dit jaar ook weer 5 projecten kunnen honoreren. Er is ditmaal een cofinancieringseis opgenomen van 10%. Dat kan door de hogeschool gecofinancierd worden. Of door een van haar partners. Het bij elkaar leggen van cofinanciering door verschillende partners. Dus het is niet dat het één letterlijk genomen moet worden. En bij een succesvolle aanvraag dan komt er een toekenningsbrief van Regio Gracia. En dan bij de partners, daar zit ook een maximum aan de subsidie die naar de partners kan. Dus het bedrag wordt uiteindelijk
toegekend aan de hogeschool. En 25% van de subsidie kan beschikbaar gesteld worden voor de partners. Dus voor een MKB'er, een gemeente, een provincie of een universiteit. Ja, of dat kan ook verdeeld worden over die partners. Nou, het zijn verschillende tarieven die gebruikt kunnen worden voor MKB. Voor de kennisinstellingen gebruiken wij HOT-tarieven. En MKB en publieke organisaties kunnen maar een deel van hun uren vergoed krijgen. En dat heeft te maken met staatssteun. Er moet ook een deel in. Dus daar vindt als er MKB of gemeente meedoen en die hun eigen uren inbrengen, dan is dat ook al gelijk een deel van de cofinanciering die je in moet brengen. Dus dat verwacht daar eigenlijk geen problemen mee. Wanneer gaat dit spelen? Nou, 21 november is de deadline voor vooraanmeldingen. De vooraanmeldingen zijn verplicht. Als je geen vooraanmelding bij ons hebt ingediend, dan kun je niet meer een definitieve aanvraag indienen. De deadline voor uitgewerkte aanvragen is in maart 2024. Er wordt ruimte daarvoor of dat je mag uitwerken of niet. Ik zeg het verkeerd. De deadline is op 30 april 2024 en je hoort in maart of dat je mag uitwerken of niet. En dan wordt voor in de zomer beoordeeld en kunnen de projecten volgend jaar rond deze tijd starten. Nou, ook hier de website. De website van Georgaan SIA, waar ook nationale regels op staan. En natuurlijk de call op de DUT Partnership, die Christophe net ook al deelde. Er zijn dus ook twee plekken. Je kunt bij mij terecht voor nationale vragen en nationale regels. En er is het DUT Call Secretariaat met Elena, Paulien, Pascal en Maria. En nou, dat is voor de internationale vragen, voor de internationale ontvankelijkheid. En ook voor de call, als je vragen hebt over de call topics. Dat was het voor mij. Maar misschien dat hier ook wel vragen zijn. Hier zullen vast vragen over zijn in de chat. Maar dat is wel zo. Ja. Dan moeten we even, dat is de device. Hè. Dat is allemaal hip tegenwoordig makers. Kijk. Welke andere manieren zijn er, behalve de B2Match platforms, om consortia te vormen? En dan denk ik dat ze bedoelen ook internationaal. Dus in Nederland vinden we elkaar, denk ik. Maar... Ja. Ja, nou, ik verwacht inderdaad dat de Nederlandse partners in de regio elkaar vinden. Christophe had het net ook over een internationaal, online evenement. Ik weet niet uit mijn hoofd wanneer dat is. En B2Match is sowieso het platform waar je naartoe moet gaan, ook voor dat soort informatie. Dus als er evenementen zijn, worden ze daar aangekondigd en word je daar vandaan uitgenodigd. 10 oktober, heb ik begrepen, is er een grote informatie. Ja, dus dat moment. Is dan... Zullen we ook wel in de slides meegeven en in de informatie meegeven aan de mensen thuis. Andere vraag die oppopt hier is, wat zijn de belangrijke zaken om op te letten bij de inschrijving? Heb je nog speciale tips en trucs, hè? Zeker voor die voorinschrijving? Dat is blijkbaar belangrijk ook. Ja. Nou ja, kijk, uiteindelijk gaat het om de inhoud van de projecten. Dus sluit je met je project, met je voorgestelde project, met je aanvraag goed aan bij de calltext. Nou, die topics staan daarin beschreven. Kijk goed wat daar uitgevraagd wordt. Christophe heeft net heel kort wat over gezegd, maar kijk echt goed in de tekst. Wat zijn nou de vragen die in deze call worden uitgevraagd? En probeer daar goed bij aan te sluiten. Zeker bij de vooraanmelding wordt daar specifiek aandacht aan gegeven. Maar ook bij de beoordeling van de uitgewerkte aanvraag gaat het over welke impact maak jij op deze onderwerpen? Daar moet je echt goed op letten. Ja. Want Christophe sprak over de mogelijkheid om een hoofdtopic te pakken en dan één of twee kleine zijsprongetjes naar die andere onderwerpen te maken. Is dat, kan dat ook in jullie voorwaarden? Ja, dat is ook het. Kijk, omdat wij in alle topics toestaan, is dat inderdaad geen enkel probleem. Dus je kunt in dat opzicht ook de combinaties maken. En die zijn ook wel goed denkbaar, omdat het gaat toch. Duurzaamheid is toch wel de centrale lijn in het hele. De duurzame stad is toch het centrale thema. Ja, oké. Misschien nog wel even specifiek. Hè? Je hebt wel aan het begin even gezegd van de universiteiten die kunnen wel mee in de call, maar dat gaat dan via de hogeschool. Ja. Hoe leggen zij de contacten? En wordt dan NWO überhaupt nog ingeschakeld? Of is dat helemaal... Nee, NWO is eigenlijk helemaal uit deze call. Ze doen niet mee aan de call. Ze hebben geen middelen beschikbaar gesteld. En daarmee komt er ook geen toekenning van NWO aan de universiteit.
Dus de hogeschool en dus onderzoekers van de hogeschool en onderzoekers van de universiteit, die moeten elkaar zien te vinden. Nou, ik weet dat er heel veel contacten zijn en netwerken. Dus ook daar denk ik dat wij daar niet speciale aandacht toe hoeven te geven. De toekenning gaat uiteindelijk van ons aan de hogeschool. En een deel van de middelen kan doorgezet worden van de hogeschool aan de universiteit. Ja, dat gaat dus maar om een relatief klein bedrag. Daar kun je geen AJO's van aanstellen. Daar kun je wel uren vrijmaken voor senioren onderzoekers. Dat soort werk moet je aan denken. Ja, oké. Dus dat is wel mogelijk. Ja. Ik zie verder geen vraag in de chat. Ik kijk nog even naar de back-office. Dat is niet. Dus we kunnen gewoon verder door. Eventueel als er niks meer hebt toe te voegen maken. Want dan bedank ik ook jou voor deze toelichting. En weten mensen ook jou, want die e-mail staat nog steeds in beeld. Kunnen mensen je vinden met vragen? Er is toch nog een vraag, krijg ik achteraf. Marcus, dat is vooral persoonlijk aan jou, Marcus. Hoe voel je je, Marcus? Nee. Kun je iets zeggen over hoe NGO's mee kunnen doen? De NGO's, hoe doen die mee? Ja, nou, dat geldt eigenlijk hetzelfde voor als voor de gemeente en de MKB. En ja, ik denk meer, dat is een vrij specifieke vraag, zie ik, ook over het vrije uurtarief. Ja. En dit moet ik dus even uit mijn hoofd doen, maar volgens mij gelden voor de NGO's ook inderdaad het vrije uurtarief wat ook voor de MKB's geldt. Het zijn vaak natuurlijk ook stichtingen. Nou, stichtingen zijn in wezen ook MKB's, als ze niet te veel werknemers hebben. Maar daar geldt dat hetzelfde voor. Het lijkt me heel goed om die op te nemen in dit soort consortia en dan het vrije uurtarief te gebruiken. Ja, en voor iedereen is duidelijk wat dat vrije uurtarief is? Of zit daar een maximum aan? Of dat stond net ook op de slide, daar zit een maximum aan. En dat staat ook beschreven in de National Annex. Die National Annex zit helemaal achter in de call. Elk land heeft ongeveer één pagina. En daar staat uurtarief ook in genoemd. En in wezen geldt bij regieorgaan SIA dezelfde manier van werken als bij RAAK MKB of RAAK publiek. Dus dat is waar we om hoofdlijnen wel naar gekeken hebben voor de nationale regels. Ja precies. Ja. Dus dat is wel bekend in de wereld van precies. De NGO's, snappen ze hoe dat werkt en dan zijn dat geen verrassingen. Het wordt een beetje geheimtaal van hogescholen, maar die weten het. Ja, er zit natuurlijk een gemêleerd gezelschap hier in de zalen, van gemeentes, hogescholen, universiteiten, misschien wel NGO's. Ja. Anders was deze vraag ook niet opgepopt. Maar dank, Marcus, tot zover. We hebben Marit Dieker helemaal live in de studio van Arnhem, heb ik begrepen. Van de HAN, de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen. Die heeft vorig jaar meegedaan aan de call, zoals ik begrepen heb. En je wilde met ons wel even delen in het kort wat er allemaal in jouw leven is gebeurd de afgelopen jaar. Ik ben het verschiet leven voor enkele jaar. Ja. Nou, dankjewel voor de voorzet. We hadden ook een paar kleine slides voorbereid, dus ik wacht even voor ik die ook zie. Er zijn de slides, gewoon doorklikken. Ja, nog even verder. Ja. Ervaring met de Dutcall, je wil de volgende al, begrijp ik? Ja, precies. Nou, de titelslide, die maakt dat niet uit. Nee, ik ben hier dus inderdaad even ingevlogen om iets te vertellen over mijn ervaringen. Dus het is heel erg N+1. Maar met het aanvragentraject in de vorige ronde. En een deel van wat er bij mij op de slide staat, echt moet ook wel een beetje wat Christophe en wat Marcus net al wel gezegd hebben, met een stukje hoe het proces is geweest, maar ook dingen waarvan ik bij voorbaat al zou zeggen, zet die bij jezelf ook goed op de radar als je wil gaan indienen. Bijvoorbeeld dat het dus een twee-fase traject is. Dat is op zichzelf niet zo heel erg spannend, maar de grootste disclaimer al vooraf zou ik zeggen is, het zijn echt sprints. dus het pre-proposal hebben wij in elkaar gezet in de periode van september tot november 2022. En dat is natuurlijk inhoudelijk ben je met elkaar bezig om te bepalen waar willen we onze schouders onder zetten met z'n allen. En dat inderdaad ook afstemmen met Nederlandse partners en een internationaal consortium. Daarbij hebben wij goed kunnen bouwen op formele en informele netwerken die er al waren. Dat vereist natuurlijk best wel wat effort in die fase. En ook niet in de laatste plaats natuurlijk de afstemming met de call tekst. Ook dat is niet nieuw.
die spelregels kennen we denk ik allemaal wel. Maar een aantal zaken in de vorige ronde in elk geval waren toch wel vrij specifiek. Hoewel wij ook de ruimte hebben genomen om dus met één van die hoofdthema's zeg maar daar echt op in te zetten. Maar heel duidelijk ook een crossover met een van de andere thema's. En in elk geval was dat dan Positive Energy Districts en de mobiliteitstransitie. Inhoudelijk heb je dan natuurlijk nog de afstemming te zoeken over nou ja, welke impact wil je gaan hebben en waar. En met wat voor soort case studies ga je dan aan de gang. Ik vond het gigantisch interessant om dan met samen gezamenlijk te gaan zoeken met de partners naar oké, wat zijn dan interessante case studies. Dus in ons geval hebben we drie verschillende steden in drie verschillende landen waar we met bepaalde methodieken aan de gang willen. Maar dat vereist natuurlijk ook afstemming met die lokale partners. Dus op het moment dat wij, niet helemaal uit onze hoge hoed, maar toch wel hadden bedacht van nou ja, op die site zou het fantastisch zijn om hiermee aan de slag te gaan, heb je nog steeds wel echt wel werk aan de winkel om dat ook met die lokale partners afgestemd te krijgen. En waar wij vlak voor de deadline toch nog tegenaan liepen, was de benodigde zogenaamde PIC-nummers. Ik neem aan dat dat dit jaar ook wel weer georganiseerd moet worden. Alle partners die op de begroting staan, zeg maar, die moeten zich aanmelden via een Europese portal. En dan krijgen ze een zogenaamd PIC of PIC-nummer. Wat wij hebben gemerkt is dat heel veel organisaties die al eerder in andere subsidiële trajecten mee hebben gedaan, misschien wel zo'n PIC-nummer hadden. Maar die is ooit door iemand ergens in de organisatie aangevraagd. En niemand weet vervolgens meer wie dat was, wat het nummer is. Staat nergens geregistreerd. Dan gaat dus, voor je het weet, ben je 4 dagen verder voordat je nou ja, met bepaalde partners dat PIC-nummer boven tafel hebt. Of toch besluit om een nieuw nummer aan te vragen. En dat venijn zat hem dus wel in de staart. Heb je het eigenlijk alles inhoudelijk wel afgestemd. En iedereen heeft energie om ermee aan de slag te gaan. Maar ja, zonder die PIC-nummers kun je niet die vooraanmelding goed indienen. Dus dat was best nog wel eventjes een dingetje. Zo. Maar ja, zoals je kunt zien, we hebben de in november ingediend. En vervolgens mochten we op onze handen gaan zitten tot ergens in de eerste week of de eerste 2 weken van maart. Zal de eerste week zijn geweest. Maar ja, daarna is het dus opnieuw een sprint om het hele project dan verder uit te werken. Je impactplans allemaal goed te maken, de Gantt charts, nou ja, al die dingen die verder een paar formele dingen nodig zijn. Maar waar je opnieuw in de internationale context wel echt overeenstemming moet gaan bereiken. Inclusief natuurlijk de afstemming van wat wordt nou precies de kaders van welk werkpakket, welke taken zetten we erin, welke personen gaan daar de boel trekken of dragen er op andere manieren aan bij. Dat moet weer matchen met je begrotingen. Opnieuw zijn dat niet, zeg maar, dat het een heel ander traject is dan reguliere SIA-aanvragen bijvoorbeeld. Maar de complexiteit heb ik wel echt als groter ervaren. Omdat bijvoorbeeld die nationale subsidieverstrekkers net wat andere regels hanteren, verschillende budgetten die beschikbaar zijn, verschillende tarieven die gehanteerd kunnen worden, de hoeveelheden percentages die van het aangevraagde budget weer naar de projectpartners mogen in de vorm van subsidie. Nou ja, dat zijn allemaal wel dingen die bij de aanvragers echt wel scherp moeten zijn. En in mijn ervaring was het dan dat de TU Delft, de spendvoerder, zoals het universiteiten wel bekend is, zette dus in op een PhD en eigenlijk het volledige budget ging daarheen. Terwijl aan de kant van de school wij een veel complexere begroting hadden, omdat we dus ook heel veel praktijkpartners in het werkpakket betrokken. En zo gold dat dus ook nog in die internationale context. Dus ik kan me ook voorstellen dat bij de uiteindelijke toekenning daar een soort van gigantische Excel-sheet bij is gekomen. Waar wij verder niet al veel weet van hebben. Het invoeren van al die getallen en bijdrages in de Europese portal waar uiteindelijk de aanvraag weer is ingediend. Dat viel gelukkig wel mee, begreep ik. Dat als alles aan de voorkant goed geregeld is, dan was dat intikken in de indieningsportal.
redelijk simpel. Maar desalniettemin, je moet toch, het is met elk ander formulier wat ingevoerd moet worden in een digitaal systeem, heel correct knippen en plakken en toch ook beschikbaar zijn op het laatste moment om eventueel nog kleine of grote issues nog weer te fixen bij het indieningsproces. Kijk ik even stiekem naar mijn eigen slide om te zien of dat ik daar nog echt al iets vergeten ben of niet wat kan aanvullen. Denk ik niet. Nou ja, formulieren en handtekeningen is natuurlijk altijd opnieuw, ook in die tweede fase, iets wat toch wel onder tijdsdruk staat. In ieder geval, dat is inmiddels meerdere keren mijn ervaring geweest. Dus nou ja, hou dat ook in de gaten. Volgende slide, alsjeblieft. Nou ja, ik zit hier omdat het ons consortium gelukt is om vorige keer het project gehonoreerd te krijgen. Waar we sinds begin september, dus dit is wat dat betreft de vers van de pers, tegenaan lopen, is dat we weliswaar in juli te horen kregen dat ons project zou worden gesubsidieerd. Daar waren we uiteraard vlak voor de zomervakantie ontzettend blij mee. Maar al die verschillende landen en al hun respectieve subsidieverstrekkers, die hebben hun eigen tijdlijn als het gaat over de toekenningsbrieven, eventuele details die daar al dan niet op aanwezig moeten zijn. En ergens begin september liep vrij letterlijk mijn inbox echt helemaal vol met alle verschillende nationale partners aan de kennisinstellingen die dus een aanvraag hadden mede ingediend. Met mijn subsidieverstrekker vraagt hierom. En welke datum gaan we daarvoor hanteren? En hebben we hier en daar al een plan voor? Dus wat er vervolgens na de toekenning ook nog wel weer geregeld moet worden, dat viel niet mee, zou ik het zo zeggen. Dus opnieuw is dat iets waar je alvast een ander moet voorbereiden. En bovendien is dit natuurlijk ook de fase voordat we echt starten. En wij hebben nu gekozen voor een startdatum van 1 december. Om nou ja, de consortium agreements, data management plan, de eventuele review bij een ethical committee rond te krijgen. Nou ja, dat zijn de processen waar we nu middenin zitten bij onze aanvraag. En natuurlijk ook wel weer, hoewel de doorlooptijd best heel snel is. Je hebt twee flinke intensieve periodes om de aanvraag rond te krijgen. Maar nou ja, als je in april indient, dan kun je in het najaar beginnen. Dat hebben wij echt zowel heel positief en uniek ervaren als ook wel, nou ja, wel intens. Maar we zijn dus nu wel weer ook bezig met, nou ja, dit hadden we op de begroting genomen. Zit iedereen daar nog in? En hoe staan we ervoor, zeg maar? En kunnen we ook echt effectief met z'n allen de schouders onder gaan zetten in begin december? Daarbij komt een heel stuk gewoon administratieve last, back-office taken. Dus ja, ook dat hoort bij elk project. Maar omdat het een complex consortium is en die spelregels, nou ja, Christophe gaf het ook al aan, toch wel complex kunnen zijn. Hierbij alvast ook mijn erkenning van dat feit. Kijk, ik minuutje, had al de headshot dat ik nog een minuut had. Volgens mij is dat gelukt. Oké, ja. Je bent rond, Marit. Oké, ja. Nou, ruim binnen de tijd. Nou, de jongens in de back-office ook weer gerustgesteld. Gaat ze het redden, maar je hebt het gered, Marit. Fantastisch, dankjewel vanuit Arnhem. Er is één vraag in de chat gekomen. Hè, in de andersom, hè, als je mee kan doen vanuit Nederland met een consortium in het buitenland, moet je dan altijd met meerdere partijen dan je aanmelden in bij je Europese partner? Of kun je ook alleen als hogeschool of als NWO of als NGO die kant op? Het korte antwoord is ja, je kunt alleen meedoen als je een internationaal consortium hebt. Marcus kan er ongetwijfeld nog wel misschien een toevoeging op doen, maar ik meen inderdaad die drie landen, partners in drie verschillende landen. Ja, ja dus dat kan ik ook bevestigen. Ja. Het is minimaal drie verschillende partners uit drie verschillende landen. En dat is echt een ontvankelijkheidscriterium. Dat betekent als je dat niet hebt, ja, dan word je niet toegelaten. Dus dan wordt je vooraanmelding niet in behandeling genomen. Ja. En dat geldt bij de uitgewerkte aanvraag uiteraard ook. Maar goed, ik neem aan dat je dan geen partners onderweg verliest. Maar ja, dat is echt een uitsluitingscriterium. Dus daar kun je niet omheen. Ja.
Nee, ik las hem ook een beetje zo de vraag hebben. Moet je per se een Nederlands consortium hebben om dan daar mee te doen? Of mag je ook als hogeschool uit Arnhem-Nijmegen in je eentje meedoen met een internationaal consortium? Ja, dat kan zeker. Dat is geen uitsluitend criterium. Maar goed, als je impact wil maken, denk ik dat het belangrijk is om samen te werken met de partners uit de praktijk. Ja. Indrukwekkend, Marit. Je sprak over drie sprintjes. Hè. Eén, die laatste, ja, dat is meer een uit de startblokken sprintje om daarna lekker de marathon te gaan lopen. Maar ook dat leek een flinke sprint. Kun je misschien, is er een lijstje met tips of trucs? Want je noemde de picknummers, denk aan de picknummers. Begin daar vroeg mee bijvoorbeeld. Heb je afvinklijstjes voor jezelf gemaakt of zijn die er? De meeste dingen die bij mij meest top of mind waren, die heb ik in de slide gezet als aandachtspunten. En afstemming, dat is dan zo'n mooi breed concept waar heel veel onder zit. Maar dat vereist dan veel effort. En ik denk dat wat dat betreft eigenlijk ook wel de call en de vereisten voor ontvankelijkheid, dat is natuurlijk de meest concrete checklist die je voor het vormgeven van het consortium en de focus van de aanvraag toch wel kunt hanteren. En daarbinnen vind ik het dan ook mooi om dan de creatieve vrijheid maar weer los te laten. Maar daar wel goed scherp op zijn. Ik denk dat dat het belangrijkste is om in ieder geval ervoor te zorgen dat je aanvraag past bij de pool. Ja, precies. Ja. Helder. Ja, dan gaan we jouw slides ook gewoon delen, hè, met de hele club. Ja, dat mag. Ja. Ik zal nog even voor de zekerheid kijken in onze speciale technisch device. Ja. ik zie geen vragen meer in de slide op ook niet op de chat in het klein. Dus wellicht kunnen we richting een afronding dat we ook jou bedanken, Marit, vanuit Arnhem. Terug naar de studio in Den Haag. Ja. Alle slides zullen als gezegd worden gedeeld. Ik wil iedereen nog een keer benadrukken. Ga vooral naar die DUT-site B2Match. Zoek die link op. Christophe memoreerde al een aantal momenten dat er live wat gezegd gaat worden. In nieuwe chats en nieuwe webinars. Marcus refereerde er ook al aan. 10 oktober is sowieso eentje waar we jullie graag op attenderen. Dat is ook op de DUT-website te vinden. En vooral zorg dat je gaat meeten en matchen richting november. Want dat is een belangrijk moment, die pre-call, als ik het zo mag zeggen. Zorg dat je je vooraanmelding voor 21 november ingediend hebt. Ja. En voor alle vragen altijd naar Marcus bellen natuurlijk. Dat zou ik zeker. Zonder vragen, misschien is dat toch wel de laatste toevoeging. Bij vragen, bel Marcus. Want ik had echt wel wat vragen. In de internationale afstemming, in de rol van de hogescholen, die samenwerkende praktijkpartners. Op een gegeven moment, met kleine regelmaten, dat ik toch even met Marcus checkte. Want je zegt, als je het fout doet, lig je gewoon, ben je af. En dat wil Marcus ook voorkomen. Dus dat heb ik echt als een hele fijne samenwerking destijds ervaren. Ja. Nou, dat complimentje pak ik nog even meemaken. Nou, terecht. Ja. Nou, dank allen voor het deelnemen aan deze webinar. Dank ook NWO weer voor het beschikbaar stellen van deze studio. Ik zie jullie denk ik allemaal volgend jaar weer bij de volgende DUT call. En dan misschien is dat ook alweer op dezelfde dag, 27 september. Ja, en hopelijk is NWO er dan ook weer bij. Ja, dat zou wel het allerleukste zijn als NWO dan ook weer meedoet. Ja, maar dat is allemaal een budgettaire kwestie, daar gaan we niet over. Het is geen onwil dat we dat zeggen. Ja. Nee, nou, dank en tot volgend jaar. Tot ziens.